langer af van hij. De lage landen leefden in een eigen renaissance, in het noorden en het zuiden tegelijk. Een machtig feest van kleuren op panelen en portieken, wazig groene verte in een wenkend perspectief. We kijken nog vol eerbied naar die rijkdom aan talenten, met iets te veel Madonna's, maar die nemen we voor lief. Het was een tijd van bijgeloof en van onbekende krachten. De angst voor neernamaals in de hel liet niemand los. Vooral omdat precies bekend was wat daar ging gebeuren. Geschilderd door het duivelse penseel van Jeroen Bos. Maar bij hem allemaal stond meesterschap centraal. Hun werk, al was er nog een hele weg te gaan, kondigde toch onze gouden eeuw al aan. De meesters van de eindeloze hemel, de meesters van het smetteloze leed, met ongekende zwier en kennelijk plezier gaven zij een tijdperk een gezicht. Heftige portretten, het kant aan de manchetten, avondsilhouetten van schepen op het erf. Dan weet je wat is hier en dat zijn wij. Gouden eeuw in Gortersvoorden is een nieuwe lente. Onstuimige talenten zorgen voor een nieuw geluid. Vermeer betoverd Delft, nu een stad voor alle tijden. En Rembrandt doet dat met zijn Joodse bruid. De kunstenaars ontdekken nu het dagelijkse leven en geven op hun doeken ook de daagse dingen weer. Blijven de regenten van Frans Hals aristocratisch. Want met zo'n stijve kraag kijk je vanzelf op iedereen neer. Boeren en regenten, dokters en patiënten, ook het huiselijk leven werd uitgebreid bespied. Er was maar één Jan Steen en ook maar één Sinterklaasavond. Want tot ieders vreugde was de kerstman er nog niet. Maar bij hen allemaal stond meesterschap centraal. Een machtig penseelstreek heeft zijn levenswerk gedaan. Dankzij hen kon onze gouden eeuw bestaan. De meesters van de eindeloze hemel, de meesters van het smetteloze leed, met ongekende zwier en kennelijk plezier gaven zij een tijdperk een gezicht. Deftige portretten, vaandels en musketten, bourgondische banketten met de hele schutterij. Dan weet je dat is hier en dat zijn wij. Dan weet je dat is hier en dat zijn wij. De schilderkunst legt zich vervolgend 100 jaar te rusten. Maar breekt dan in de 19e eeuw ineens weer door. De romantiek grijpt nu haar kans, met name in het zuiden. Het noorden is daar veel te nuchter voor.
academische precisie. Schelfhout met zijn feestelijke schaatsers op het ijs. In Brussel en Den Haag, in school en academie. Vinden nieuwe schilders, nieuwe wegen, groepsgewijs. Dan ineens de zweepslag van de zinnen en de kleuren. De troosteloze akkers van een tragische Van Gogh. Zijn korenveld met kraaien is voor ons een Mona Lisa. En toen dat oor eraf was, had hij het andere toch nog. En bij hen allemaal stond meesterschap centraal. En met hun nieuwe visie en met hun nieuwe kracht werd tegelijkertijd de gouden eeuw herdacht. De meester van de eindeloze hemel, de meesters van dat smetteloze met ongekende zwier en kennelijk plezier gaven zij een tijdperk, een gezicht. Deftige portretten, dans als binetten, statige boeketten met een rammer in het zij. Dan weet je, dat is hier en dat zijn wij. Ze roepen revolutie en onweer toen alarmeerde en zette heel de wereld op zijn kop. Mondriaan maakt een begin met alles abstraheren, moedig naar een hele nieuwe werkelijkheid op zoek. Waarom het soms nog klopte met zijn heerlijk ronde vormen, krijgen we van Mondriaan alleen de rechte hoek. Wie daarom wil vluchten voor de dreigende vervreemding, wacht nog veel verwarrender de wereld van Magritte. Met midden in die grote pijp natuurgetrouw geschilderd. En dan dat verklarend onderschrift. Een pijp is die dus niet. Maar bij hen allemaal stond meesterschap centraal. Ook hun penseel is sprekender dan elk gesproken woord. Ook in hen leeft onze gouden eeuw nog voort. De meesters van de eindeloze hemel, de meesters van het smetteloze licht. Zij brachten op het linnen hun wereld bij ons binnen. En gaven onze landen een gezicht. Altijd weer ontdekkend, altijd ontzagwekkend. Rubens virtuositeit en Rembrandts kleur obscuur. De lage landen in hun mooiste uur. De lage landen in hun mooiste uur. In hun